Dinsdagmiddag stonden Rode JC Kerkrade en technisch directeur Gerard Wielaert tegenover elkaar bij de kantonrechter in Heerlen. Daar werd er gekeken of er genoeg reden was voor Roda om Wielaert te laten gaan. Na een zitting van 2,5 uur zijn beide partijen zonder inmenging van de rechter alsnog overeengekomen om het contract te beëindigen. Op 1 april 2013 gaan Roda en Wielaert uit elkaar. Ja, allereerst uh, natuurlijk jammerlijk dat uh, enerzijds ook voor de kantonrechter is uh, moeten komen. Gelukkig uh, is tijdens de procedure uh, zijn we eigenlijk door de kantonrechter gevraagd om toch nog eens op de gang te gaan praten. Zoals er in arbeidsrelaties uh, wel vaker uh, voorkomt, zeker bij ontbindingen. Uh, en uiteindelijk uh, zijn de advocaten met elkaar uh, tot een vergelijk gekomen. En uh, zal de arbeidsovereenkomst uh, op uh, 1 april uh, zal die eindigen. En uh, wij zullen een uh, vergoedingssom aan... Uh, uh, Gerard Uraert betalen. Opgelucht dat daarmee de zaak is afgehandeld? Ja, maar ook alleen maar omdat het daarmee is afgehandeld. Hè. Dit, dit soort zaken zijn uh, nooit leuk voor, voor beide partijen niet. Ik denk ook dat dit soort uh, dingen alleen maar uh, verliezers met zich meebrengt. Uh, maar wel blij voor beide partijen dat er duidelijkheid is. En dat wij nu ook weer verder kunnen met uh, ja, dat uh, wat we ingezet hebben. En dat is uh, het uh, verder professionaliseren en het uh, gezond maken van Rodiëtie. Ja, de kantonrechter had jullie gevraagd om toch nog een keer met elkaar te gaan praten. Omdat hij het dan had. Anders ging hij vragen stellen over een rapport waar niemand gelukkig van zou worden. Hoe zit dat verhaal precies? Nou ja, de kantonrechter die, die, uh, concludeert terecht. dat er binnen Rode Jezee een aantal zaken niet of slecht geregeld waren. Uh, en uh, dat het allemaal niet van een leien dakje ging. Dat erkennen wij ook en dat, dat zagen we ook. Dat zag ik ook direct bij, bij het binnenkomen als algemeen directeur bij RODIC. En we hebben met elkaar, met de commissaris, gezegd van daar moeten we iets aan gaan doen. En een van de acties die we daarin moesten nemen, jammerlijk, is het afscheid nemen van Gerard Wieler. Dus nu per 1 april neemt Gerard Wielert dan afscheid, officieel afscheid van de club. Gaan we nu dan ook per 1 april op zoek naar een nieuwe technisch directeur of zijn jullie daar nu al mee bezig? Nou, daar zijn we dus ook mee bezig. Want hè, zoals gezegd, uh, intern moet je gewoon goed kijken naar de toekomst. Hè, wat voor positie? Welke plek in de, in de organisatie, welke uh, taken, welke bevoegdheden, welke kerncompetenties wil je bij de persoon in kwestie hebben? Uh, dat is iets wat uh, zorgvuldig uh, afgewogen moet worden. Uh, en daar is nu ook alle tijd uh, voor, omdat het nu duidelijk is dat Gerard per 1 april weggaat. En uh, we ook de zorgvuldigheid in, uh, uh, ja, in acht wilden nemen. Uh, en pas met dat proces beginnen nadat het uh, met Gerard goed afgehandeld was.